Super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En zoals jullie weten heeft Hanwee gevochten tegen Joey Gregg. En ik was daarbij. Zoals jullie weten heb ik natuurlijk voor Hanwee de documentaire gemaakt. En Hanwee vroeg of ik ook bij het gevecht aanwezig wilde zijn. En ook ik heb natuurlijk even een leuke korte samenvatting gemaakt van hoe het er backstage aan toe ging. Het was echt heel erg spannend. Ik vond het super tof om mee te maken. Laten we beginnen met de video. De verwachtingen zijn dat we hem neer gaan halen. Ja. Denk eerste ronde al. Eerste ronde? Ja. Ik denk dat hij de eerste ronde al gaat schrikken van die stoten, dat hij niet weet hoe hij daarmee om moet gaan. En dan houdt het, kunnen we weer naar huis. Ja. Past weer. Ja. Ik ben echt super zenuwachtig. Ja? Ja. Ik vind het echt eng. Hoezo? Ja, ik weet niet. Zeg maar, ik krijg gelijk bij mijn verantwoordelijkheid om zijn gezicht te gaan duppen en water te gaan geven. Ja. Dat wist ik ook niet. Ja, maar dat kan jij. Nee, ik heb het nooit eerder gedaan. Vroeg nog, heb je misschien een YouTube tutorial of zo? Dan kan ik even kijken. Een beetje YouTube tutorial. Oh ja, ja, ik moet nu deppen. Ja, ja, deppen. Oh, op dit moment moet ik deppen. Op dit moment zit hem achter. Hanwee krijgt nu zijn tape om. En daarna gaan we richting de bokshal. En dan gaat een beetje nu natuurlijk nog voorbereiden met een beetje sparren hierachter. Dat soort dingetjes. Dus in zijn kleedkamer kan hij oefenen. Hey boys, zijn jullie hier klaar voor? Ik laat jullie mijn broekje zien, speciaal hiervoor gemaakt. Ja, hij ziet hoor, hier komt ie. Oh, oh. Hey, die is wel dom, hè? Hey, zie die bling, bling? Ja toch? Dat lieve vee van broek. Beautiful. Ja. Yeah. Dus die gaan we zo meteen aantrekken en dan gaat het gebeuren. Wow, backstage beelden. Kijk even wat een mooie broek, jongens. Wow. Helm, ben je er klaar voor, jongen? Bro, sowieso, ik ben klaar geboren, je weet toch. Je weet toch. Maar wat is je verwachting? Welke ronde? Wat is gewoon... Eerste ronde KO of een vecht tot eind? Als het niet in de eerste gebeurt, denk ik niet. Ah, je weet het. Dat is mooi. Ja, voor alle kijkers die het ook afvragen, van tevoren is iedereen die aanwezig is bij het evenement getest. Iedereen is negatief, anders ben je niet binnen. Dus weten jullie in ieder geval dat rondom corona is alles ook negatief. Even goed om te weten, voor de mensen die het willen weten. Yes. Emoties bij gekomen kijken. Ik voel me dus heel kalm. Maar heb je zeg maar, want in die ene, ja, ook in de doc, want ik weet in een van die video's had je ook gewoon zoveel woede of zo. Ja, dat was gewoon niet. Dat is de stare down. Ga je dat niet straks ook hebben, denk je? Weet niet, maar weet je wat het is? In die stare down begon ook rustig toch? Ja. Maar het wanneer hij elke keer weer met die smoesjes en zo begint te komen. Dat is gewoon geen enkel goed argument. Maar hij kwam gewoon heel erg, gewoon echt niet slim over gewoon. Ja, dat weet je van mij. Hij zat echt te praten en zeg maar, alles wat hij zei was zeg maar bullshit of zo. Nou, hij is niet zo'n goede prater. Nee. Recht, yes. Recht, 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 zoals jullie zien, Hanwee is nu even zijn voorbereiding aan het doen. Van het sparren, even inkomen natuurlijk. R-E-D-K-T-O-R-K. Ik ben zenuwachtig. Ben je klaar voor? Nee, mijn handen trillen echt helemaal. Ik vind dat vet zenuwachtig. Ja, maar ik snap het. Ik vind het vet zenuwachtig. Ik ben heel zenuwachtig. Ik vind het vet zenuwachtig, ja. Ik snap het wel. Het is je vriendje, dus. Echt heel zenuwachtig. Komt allemaal goed. Echt heel eng. Ik heb ook helemaal klamme handen. Ik weet niet of je het wilt voelen, maar... Oeh, ja. Maar het komt allemaal goed. Gewoon rustig aan. En, ja, ik kan niks anders dan het enige wat je moet doen is alleen maar hem even een beetje water geven. Even een sprankel of liefde. Dat komt allemaal goed. Top. Genoeg? Nu begin ik een beetje nerveus te worden. Is goed. Zo ja, ik zeg je eerlijk, ik vond het mee te chill. Maar nu het echt zo dichtbij is, ja, nu voel ik me wel een beetje nerveus.
Mijn ogen zijn ook droog, dus ik heb deze oogdruppels. Ik haal niet, boys. Oké, de ene laatste wedstrijd is nu bezig hiernaast Hanwee. We zijn echt super gespannen. Vooral Hanwee, die heeft echt. De trillingen zitten echt gewoon hoog. Maar ik kan het. Niks zeker. Dat je zo meteen gaat grommen. Schreeuwen. Laat die boosheid maar toe, maar wel met je hoofd nadenken wat je doet. Ik zag hem weglopen, hij was helemaal boos op zijn trainer omdat hij weg moest. Hij dacht, maar hoezo mag ik niet door? Ik wil niet door. Ja, je bent lekker nap. Ja, sowieso. Zijn jullie samen? Jeus! Nee, dit was hem, man. Oh. Dat zo. Hoeveelste minuut was dat? Bro, niet eens één minuut. Dat was bijna één. Nou, we hadden al een eerste ronde gespeeld, hè? Ik merkte wel, ik werd echt sneller moe daar. Ja. Maar ik merkte wel, hij was slow. Ik kon echt alles aanzien komen. Niks. Maar ik werd wel sneller moe dan ik dacht. Ja. Yes, dames en heren, dat was deze video. Je hebt hem echt kapot gemaakt, jongen. Ja, jullie weten, het eerste ronde KO. Daar ging vol neer, gewoon vet smooth. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een wat blauw duimpje omhoog. Hey, abonneer op Dion! Yes, bijna 25.000 abonnees. En vergeet natuurlijk ook niet even te abonneren. En ik check jullie weer bij de volgende video. Later. Dank jullie wel.